Als er één seizoenartikel is, is het de kerstboom wel. Waar ze ineens allemaal vandaan komen, mag de hemel weten. Maar ze zijn er. En precies op tijd. En in alle steden en dorpen. Miljoenen. Op de Dam in Amsterdam staat er een uit Noorwegen. Heilsoldaten staan in de buurt en waken bij de sympathieke kerstpotten. De straten, nauwelijks bekomen van de Sinterklaasdrukte, zijn nu full swing in de kerstdrukte. Alles in de stad is vol met de attributen van dit feest van de donkere dagen, waarin de mensen inkopen doen en zich dan naar het beschutte huis spoeden. We zijn ook eens een kijkje gaan nemen bij de nijvere werkers in de fabrieken, die dag en nacht in de weer zijn om voor snoep te zorgen, voor kerstmis. Maar wie denkt dat men uitsluitend voor kerstmis werkt, onderschat de voortvarendheid van handel en nijverheid. Men is al bezig om als de bliksem paaseieren te maken, want als kerstmis voorbij is, wordt het onherroepelijk Pasen. En ook dan moeten de winkels weer vol zijn. En niet alleen paaseieren, ook paashazen zien in grote getale machinaal het levenslicht. Op zichzelf is het een troostrijke gedachte in de eeuw van de computer dat schrandere koppen machines uitdenken die paashazen maken in plaats van allerlei enge dingen om anderen mee uit te roeien. Het is dus eigenlijk iets dat precies in de kerstgedachte past. Paashazen maken. Hij strikt al die hazen en zijn machine zorgt ervoor dat ze met Pasen, op 14 en 15 april om precies te zijn, nog even vers zijn als nu. Wie zal uitmaken of we de kerstklokken horen of de paasklokken? Een vrolijke stoet eieren en chocoladedieren staat op de lopende band voor een feestelijk paasfeest. In eieren een welbehagen.